Wij zijn als autoriteit financiële markten nu een paar jaar actief om de notie van het klantbelang centraal stellen onder de aandacht te brengen van de financiële sector. Onze idee is dat de financiële sector daar stappen nu aan het zetten is, maar dat er ook nog wel een lange weg af te leggen is. En ik was eigenlijk wel erg benieuwd naar wat jullie perspectief was. Maar het zou te simpel zijn om te zeggen dat er niets gebeurt. Maar wij zijn natuurlijk nog niet tevreden. Waar wij veel verder in zouden willen, is het begrijpelijk en transparant en ook eenvoudiger maken van financiële producten. Een basisprobleem van alle financiële markten is dat er een heel groot verschil zit tussen de kennis die consumenten ervan hebben en die de professionals hebben. Die professionals zijn er elke dag mee bezig. En consumenten die sluiten misschien maar één of twee keer in hun leven een hypotheek af. Dus ja, hoe leer je daarvan? Dat is natuurlijk veel moeilijker. Ja. Dus hoe begrijpelijker dat soort producten zijn, hoe beter het ook voor consumenten is. Nou, daar vind ik de bewegingen echt nog te klein. Daar zouden wij een veel grotere stap nog in willen maken. Een interessante vraag is natuurlijk waarvoor de consument verantwoordelijk kan zijn en waar de aanbieder voor verantwoordelijk moet zijn. Hoe kijkt de AFM tegen die spanning? Wij denken vanwege ook die zeer ongelijke verhoudingen tussen de consument en de professionele partij, dat vooral de professionele partij de grootste verantwoordelijkheid zou niet alleen moeten voelen, maar ook zou moeten nemen. Wat niet onze ambitie is, is dat wij alle producten van tevoren gaan bekijken en gaan goedkeuren of afkeuren. Onze ambitie is om primair dus naar die processen te kijken en te zeggen, jullie moeten zorgen voor goede, jullie als in de aanbieders, jullie moeten zorgen voor goede producten. En als blijkt dat dat misgaat, dat we dan ingrijpen. Op het moment dat je erachter komt dat het niet goed geregeld is, dan is het vaak al veel te laat. Dus mensen moeten daar vroeger tegen beschermd worden. Wat nog wel een belangrijk verschil zou kunnen maken, dat heeft iets met transparantie te maken. Dat op het moment dat AFM overtredingen constateert of gedragingen constateert die niet gewenst zijn, hoe eerder en hoe preciezer consumenten geïnformeerd zijn over welke partijen dat gedrag dan vertonen, ja, des te beter help je natuurlijk ook consumenten om de juiste keuzes te maken. Ik denk dat we het zeker belangrijk vinden dat als wij ergens zaken hebben gezien die absoluut niet door de beugel kunnen, die dus gewoon echt slecht zijn, dat we dan ook in staat moeten zijn om die praktijken met naam en toenaam publiek te kunnen maken. Consumenten voorlichten hierover, maar ook de weg wijzen naar welke adviseur is nou beter dan de andere adviseur. Dat is typisch iets wat we bij de Consumentenbond graag doen, wat ook heel erg past bij onze missie. Of we doen het op de manier zoals de AFM dat natuurlijk ook wel eens doet. Je doet een steekproef en je probeert uit die steekproef een paar algemene uitspraken te doen. Dan zegt jouw achterban ook van, nou weet ik dat percentage goed en niet goed is, maar moet ik nou bij Pietje of bij Jantje zijn? Ja, maar anders dan de AFM publiceren wij het wel altijd. Bij de Consumentenbond zien we de AFM echt als een bondgenoot als het gaat om consumentenbescherming. Dat staat ook, zit bij jullie in de haarvaten, zo zien wij dat ook. Dus voor ons is het heel natuurlijk om alle gegevens die wij hebben te delen met de AFM, zodat de AFM weet, nou, misschien kunnen we daarop handhaven of kan het aandachtspunt geven. En het omgekeerde, de AFM zit natuurlijk op een schat van informatie die wij razend interessant vinden. Ja. Dus alles wat jullie met ons mogen delen, volgens de wet, dat willen wij natuurlijk dolgraag ook weer voor onze onderzoeken gebruiken. Heel veel dank, meneer Combé van de Consumentenbond. En wij gaan er weer een mooi jaar van maken.